Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk al deze cadeautjes uitpakken. Nu denk je misschien, Bo, hoe kom je aan al die cadeautjes? Nou, ik heb afgelopen weekend een hele leuke meet and greet gehad in de Tumble & Dry Store in Amstelveen. En er waren heel veel van jullie lieve fans. En ik heb hier dus allemaal leuke cadeautjes gekregen. Ik had beloofd om hier een video over te maken, dus hier is de video. Vind je deze video nou leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. Maar vergeet vooral niet mijn Instagram te volgen. Mijn naam staat nu in beeld. Ik ga niet te veel meer praten. We gaan gewoon snel beginnen. Want ik ben super benieuwd wat er in al deze leuke tasjes zit. En wat er nog meer allemaal op deze tafel ligt. Let's get started! Op de tafel hier voor mij zie je allemaal leuke cadeautjes staan. En er staan zelfs zoveel cadeautjes dat het niet eens allemaal op beeld past. Je hebt ook heel veel verschillende cadeautjes. Zo staat hier cadeautjes in een tasje. Maar ook liggen hiervoor een paar hele leuke tekeningen. En hier ligt ook nog een ingepakt cadeautje. Ik ben super benieuwd wat overal in zit. Dus we gaan snel beginnen. Als eerste zie ik hier een heel erg leuk tasje staan met een marmerprintje. En ik hoorde wat vallen, dus er zit volgens mij best wel iets zwaars in. Maar het is een heel erg leuk marmerprintje. En er staat op Congratulations met je muscly fans. Kus kus Bo. En dan Bo met B-O. Ik heb Bo vaker gemiet en ze is super lief. Dus heel erg bedankt ook voor je cadeautje. Ik ga even kijken wat erin zit. En ik zie iets heel erg lekkers. Als eerste een hele lekkere Dolf body wash. Dus dit is gewoon voor onder de douche. En dan zie ik een body lotion. Ook een super lekkere van Dolf. Dus dan kan ik deze na het douchen lekker opdoen. En tot slot nog een heel erg lekker maskertje. Van Vogue. Super lief, Bo. Heel erg bedankt voor je cadeautjes. De volgende. Ik ga nu een tasje van deze kant pakken, want ik ga telkens van die kant eentje pakken, dan van die kant en dan kom ik vanzelf in het midden. Ik zie een heel leuk tasje staan met een kartje erop. Super schattig. Ik ga even kijken wat erin zit. Het zijn ingepakte cadeautjes. Spannend. Ik vind het altijd heel zonde om inpakpapier kapot te maken. Wow, dit ziet er leuk uit. Volgens mij is het zelf gemaakt. Oh, wat leuk. Kijk, dit is een soort van eigen gemaakt boekje. Heel erg schattig. En dan staat erop voor Bo, lezer in Kuskus Nadine. Nou, ik ga even één plaatje laten zien, want anders gaat de video heel erg lang duren. Kijk, maak open. Hier zit dan bijvoorbeeld een heel leuk hartje in met allemaal lieve tekst. En zo staat er nog veel meer liefs in het boekje. Een tekening. Super leuk. Er zit trouwens nog een cadeautje in. Ik ga hem ook eventjes openmaken. Kijk jongens, hier zit slijm in en het is beautiful slijm. Oh my god. Wow, kijk, kijk, kijk. Dit is glitterslijm. Oh my god jongens, kijk. Ik heb gewoon echt beautiful slijm. Ik heb dit gekregen van Nadine. Nadine, heel erg bedankt voor het slijm. We gaan snel door. Dan gaan we verder met het volgende tasje en dat is dit tasje. En ik heb dit gekregen van een heel erg lief meisje. Die samen met een ander meisje een fanaccount van mij heeft. En ik zal het linkje van hun fanaccount even in de beschrijving plaatsen. Zodat jullie dit account kunnen volgen. Want ze plaatsen heel veel leuke edits en andere leuke dingen. Ah, oh, super leuk. Kijk, als eerste zit er een hele leuke cartoon tekening in. Heel erg mooi gemaakt, dankjewel. Dan zit er een, wat is dit? Hot and cold compress. Oh, kijk jongens, hier zitten allemaal van die kleine leuke balletjes in. Een soort van die Orbeez of zo lijkt het een beetje op. Ik ga dit openmaken. Oh my god, dit voelt zo fijn. Dit is echt cool. Kijk, er zitten allemaal van die leuke bolletjes in. En dan zo'n leuk poppetje erop in het roze. Ik hou echt van roze. En tot slot zit er nog iets in. En dit is zo leuk. Kijk jongens, dit is een hele leuke beker ten eerste al. En er zitten allemaal lekkere snoepjes in. En dit zijn echt mijn favoriete snoepjes. Want er zitten Werther's Original. Ik kan dat echt nooit uitspreken. Maar van die karamelsnoepjes zitten erin. Die vind ik heel erg lekker. En ook zitten er allemaal gummybeertjes en andere snoepjes in. En dit zijn echt allemaal precies de snoepjes die ik heel erg lekker vind. Naast natuurlijk Haribo persiken. Er zit ook nog een kaartje op het tasje met daarop groetjes Brit. Brit, heel erg bedankt voor je lieve cadeautje. En vergeet zeker weten niet hun fanaccount te volgen in de beschrijving. Het volgende tasje. En dit is een heel erg leuk tasje als eerste al. Oeh, ik zie wat leuks. Even kijken. Er zit als eerste een hele lekkere lolly in. Cool, dat ziet er echt leuk uit. Kijk. Super leuk. Dan zit er als tweede een kaartje in. En dit cadeautje is van June, Tessa en Mijntje. Heel erg bedankt meiden. Super leuk. Er zit een heel erg lief kaartje in. Dan zitten er nog twee dingetjes in. En even kijken wat het is. Als eerst
hele schattige paperclips. Super cute. En dan nog iets in zijn blikje. En hier zit een kaarsje in. Oh, wat schattig. Kijk, dit is super leuk. Dit ga ik zeker weer op mijn kamer zetten. Meiden, heel erg bedankt voor het cadeautje. Dan gaan we nu even wat van voren pakken. Dus ik ga even naar dit cadeautje. Want ik ben heel erg benieuwd wat hierin zit. Het is helemaal ingepakt. En ik hou wel van ingepakte cadeautjes. Omdat ik dan... Het blijft een beetje mysterieus, weet je wel. Dus ik ga het gewoon openmaken. Kijk, super lief. Ik ga eens even het boekje bekijken van Rana voor de beste. Heel erg lief. Ik ga trouwens straks even alle boekjes en tekeningen goed doorlezen. Maar voor de video is het toch makkelijker om het even kort te bekijken. Oh, kijk, hier zit ook een heel erg lief hartje in. Heel erg leuk. En er zit hier nog een armbandje in. En dat is ook super lief. Kijk, heel erg leuk. Ik ga straks even het verhaaltje lezen wat er boven staat. In ieder geval heel erg bedankt. Dan zit er ook nog een toilettasje bij. En hier zit een nagellakjes in. Oh, kijk wat leuk. Allemaal kleuren nagellakjes. Een paarse. Een rozige. Een glitter, die is echt heel erg leuk. En dan een blauw glitter. En die is ook super cute. En tot slot nog twee hele leuke lipglossjes. In een lichtroze kleurtje en een donkerroze kleurtje met glittertjes erin. Rana, heel erg bedankt. We gaan er even een tasje uit kiezen. En ik ga deze keer voor dit tasje. Hierin zit weer hetzelfde als dat ik zo straks van Brit heb gekregen, volgens mij. Ik zie namelijk als eerste alweer een beker staan met allemaal lekkere snoepjes. Echt, ik hou hiervan. Dit zijn echt mijn favoriete snoepjes, karamelsnoepjes. Give me gewoon, oh. Dan zit er weer een hot and cold compressor in. Alleen dan een blauwe, nog leuker. Dan heb ik gewoon een roze en een blauwe, hè. Dus als ik dan twee knieën blauw heb, dan kan ik op allebei eentje doen. Kijk, hier zitten weer van die leuke bolletjes in. Hoe leuk. Kijk, ik vind dat echt leuk. Kijk, het zijn allemaal van die bolletjes. Dus als ik dan een keer mijn hoofd gestoten heb, dan doe ik dit er gewoon op. En dan gaat het weg. En ook hier zit een hele mooie tekening in. En dit is ook weer een cartoon. En kijk dan, het is echt goed gelukt. Het is echt mooi. Super leuk, meiden. Volg dus even mijn fanaccount. Link in de beschrijving. Dan lig je voor allemaal tekeningen. En die gaan we eerst even bekijken. Ik zie hier als eerste een super lieve fanart staan. En op de achterkant staat een heel erg leuk berichtje. Die ga ik straks lezen. En op de voorkant staat een hele leuke foto van mij. Met bloemetjes erop. En er staat onder beste muser ever. Ik vind het trouwens super lief dat ze het helemaal hebben uitgeprint. En dan aan de achterkant hebben gemaakt. Heel erg lief. Dankjewel. Even kijken. Dankjewel Marit. Dan heb ik hier nog drie andere tekeningen. En ik zie dat. Even kijken. Deze twee van hetzelfde meisje zijn denk ik te zien aan de stiften. Ook staat op deze beautiful, dus ik denk dat die voor mij is. En op deze staat Roos met een heel erg leuk roosje erbij getekend. Ik ga deze aan Roos geven, dankjewel. En deze is voor mezelf, super leuk. Die ga ik op mijn fanmuur hangen bij alle andere fanarts. En dan heb ik hier nog een andere fanart van Crystal. En die heeft allemaal leuke foto's van me uitgeprint. En dat heeft ze dan heel erg leuk een soort van collage van gemaakt. En hier een foto van haarzelf, een super leuke foto trouwens. Deze ga ik ook ophangen. Heel erg bedankt. Dan heb ik hier nog een tasje. Dus die gaan we ook even openmaken. En het is ook weer een heel erg leuk tasje. En hierin zit als eerste een briefje. Super lief. Dit cadeautje is van... Oh, dit is een fanaccount van mij. Lovely.box. Ik zal ook even dit linkje van het fanaccount in de beschrijving zetten. Kunnen jullie die ook volgen. Heel erg lief briefje. Dankjewel. Ga ik straks lezen. En dan zit er nog een heel erg lekker zakje snoep in. En ik heb een paar favoriete snoepjes, maar deze zijn zeker weten ook één van mijn favorieten. Want ik vind karamelsnoepjes heel erg lekker, maar ook dit soort sleuteltjes. En daarnaast Haribo's van Haribo Persiken. Heel erg lekker, maar deze, heerlijk. Dankjewel, ga ook even dit fanaccount volgen. Link in de beschrijving. Dan hebben we hier nog een paar dingetjes staan. Twee tasjes, maar hiervoor liggen ook nog allemaal chocoladerepen. Lekker! Ik heb de eerste tekening open. En het is een hele schattige en leuke tekening. Deze komt ook op mijn fanmuur, dankjewel. Dan heb ik hier nog eentje. En volgens mij hoort deze mee van een Milka reep, maar dat weet ik niet zeker. Het is in ieder geval een hele leuke tekening van Larissa. En ze heeft mijn volgers van Muscleer ook bijgezet. En mijn naam heel erg leuk getekend en mij nagetekend. Heel erg leuk. Dankjewel Larissa. Dan heb ik hier nog wat los dingetjes liggen. Zo heb ik hier... Haribo persieken liggen. En dit zijn dus ook een van mijn favoriete snoepjes. En deze heb ik van Anne gekregen. Anne, heel erg bedankt voor de persieken. Dan heb ik nog twee flesjes Icy Green gekregen. En dan denk je misschien, wow, waarom Icy Green? Nou, als je mij een beetje volgt op Instagram en
een beetje bij mijn livestreams kijkt, dan zie je wel dat ik altijd Icy Green drink. Het maakt niet uit waar ik ben of wanneer ik ergens ben. Ik drink altijd Icy Green. En ik heb hier dus van Anne weer 2 flesjes Icy Green gekregen. Heel erg lekker. Hier ga ik lekker van genieten. Dankjewel. Dan hebben we hier nog 2 tasjes. En ik ga als eerst even deze unboxen. Super cute. Hier zit een bakje in. En volgens mij is dit hetzelfde soort als wat ik net heb gekregen. Ja, kijk. Dit is ook een kaarsje. En ook met zo'n leuk dekseltje. Alleen is deze in het blauw. Dus die kan ik super leuk naast elkaar zetten. Dus met de roze erbij. En dan heb ik een heel erg leuk setje. Dankjewel. Dan heb ik hier nog een heel erg leuk en mooi schriftje met een Rob Bow. En ik weet niet of er iets in staat. Nee, er staat niks in. Dus het is gewoon een leeg schriftje voor mij. Waar ik leuke dingetjes in kan schrijven. Dat ga ik ook zeker weten doen. Dus heel erg bedankt. Ook zit er nog een kaartje in. Want dit meisje was vergeten haar naam erop te schrijven. Dus ze heeft op de meeting gevraagd. Bo, heb je iets waar ik mijn naam op kan schrijven? Toen heb ik dit handtekeningkaartje van mij gekregen. Die je op de meet and greet kon krijgen. En hier staat haar Instagram op. Naomi de Jong XX. Superleuk. Dankjewel Naomi. Dan het allerlaatste tasje. En hier zitten ook weer allemaal leuke dingetjes in, zie ik al. En volop zit een briefje van Amber van de Starbucks. En Amber van de Starbucks, dat is een fan van mij die me altijd Starbucks geeft. Want dat drink ik naast Icy Green zeg maar ook heel veel. En vandaar dat ze zichzelf altijd Amber van de Starbucks noemt. Want ze noem ik haar ook heel vaak. Maar even kijken wat zit erin. Weer een lekker flesje Icy Green, dankjewel. Dan zit er ook weer Haribo Persik in. En dit maakt me echt blij, want jullie geven me eigenlijk te veel snoep. Maar ik vind snoep super lekker en ik kan het met iedereen delen. Dus yes! En dan heb ik hier nog een hele lieve brief die ik straks even ga lezen. Maar het is nog wel een hele lange brief van Amber. Super lief Amber. Bedankt voor al je cadeautjes. Dan was dit alweer de video en vond je me leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. Maar vergeet me dus vooral ook niet te volgen op Instagram. Het linkje staat in de beschrijving. Ook staat mijn naam nu in beeld. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Maar ik wil vooral alle lieve fans die dit weekend aanwezig waren op de meet and greet heel erg bedanken. Ik vond het super leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dit was de video weer. En tot de volgende keer. Doei doei!